Ik vind het smakeloos, ik vind het verbijsterend. Ik heb eigenlijk geen goed superlatief om mijn verontwaardiging daarover uit te drukken. U gaat een vluchtelingenherdenking houden. Die is verplaatst van het Rembrandtplein naar de Nieuwmarkt. Bent u er blij mee? Nou, het is vervelend dat hij verplaatst moet worden. Maar ik ben heel blij dat de burgemeester er vol voor staat dat er deze vrijheid van herdenken er is. Toen ik het hoorde, toen was ik echt sprakeloos. Had ik zoiets van, oeh, ik heb zoveel energie gestoken in te proberen uit te leggen waarom het moment verkeerd is. En nu wordt ook de plaats enorm verkeerd. Want Nieuwmarkt is niet zomaar een neutrale plaats in Amsterdam. Bent u op de hoogte met de geschiedenis van de Nieuwmarkt? Ik heb zojuist begrepen dat het CIDI ook deze keuze van de burgemeester betreurt. Omdat daar deportaties hebben plaatsgevonden. Dan denk ik, ja, je wist het eigenlijk niet. Hè? Dus dat is precies mijn punt. Leer de geschiedenis eerst. En dan wilt u daar vluchtelingen gaan herdenken. Wilt u dat nu nog steeds, nu u dat zojuist heeft begrepen? Daar moeten we overleggen met de mensen met wie het organiseren. Wat vindt u ervan dat burgemeester Van der Laan die plek heeft aangewezen als een plek om vluchtelingen te herdenken op 4 mei om 8 uur 's avonds? Ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp het niet. Ik kan me niet voorstellen dat de burgemeester Van der Laan het niet weet. Gaat de vluchtelingenherdenking door daar om 8 uur op 4 mei? Daar lijkt het zeker op. Misschien moeten we Van der Laan en deze initiatiefnemer maar een geschiedenisboekje opsturen. Ja, dat lijkt me een goed idee.